doen. Een doortelling van de vijf beste vogels. In totaal 456 punten. Wim van Henk. Wim, van harte gefeliciteerd. Je bent clubkampioen. Dankjewel, dankjewel. Ik heb net Wesley gesproken, die heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen. Maar hoe word je eigenlijk clubkampioen? Clubkampioen is de inzender met de vijf hoogste vogels van die bepaalde inzender. Nou, in dit geval was ik dat met 456 punten. Maar we waren met vier personen die dat hadden en dan gaat de volgende vogel meetellen. En wie dan het hoogst is, die is clubkampioen. En die krijgt die zak zaad aangeboden van de Graaf. Maar met welke vogels ben je hier allemaal naartoe gekomen dan? Met allemaal gepigmenteerde kanaries. Ik persoonlijk heb alleen gepigmenteerde kanaries. Maar leg eens uit, wat is een gepigmenteerde kanarie? Ja, dat is een... daar zit een bestreping op. Je hebt gele en witte vogels, maar ik heb wit opaal vogels. Ja, dat is een bepaalde kleurslag en daar ga je mee kweken in diepe dorp. En hier zit dus een pigment, een streepje op. En een streepje moet onderbroken zijn en de poortjes moeten helder zijn. Maar je hebt ook zwart vogels. Een zwart kobalt hebben we hier zitten en die moet zwarte poten hebben en zwarte hoorndelen hebben. Dat is het, elke kleurslag heeft een bepaalde manier van kweken en terugbrengen natuurlijk op de show. Oké, maar zie ik nou daar rechts van mij hier de kampioen? Hier rechts, dat is de kampioen in de pigment, die nummer 40. Ja, dat is een leuk opaal vogel. En ik heb hier ook al een internationale show mee gespeeld en daar had hij 90 punten en hier krijgt hij 92 punten. Ja. Verschil misschien een beetje in keurmeesters, maar net even wat strakker in de bevedering. En daar zat hij met die internationale show weer niet. En dat is het verschil, dat zijn de kleine dingen. Daar kun je door sproeien van de vogels met zo warm mogelijk water, kun je dat bevorderen. Kijk, hier zit een vogel naast, die is veel ruwer in de bevedering. En dat door sproeien en krijg je hem weer strak. Dat is ook een vol en dit ook wel, daar durf ik rustig mee verder te spelen. Wesley, je hebt net een hele mooie prijs gekregen, de aanmoedigingsprijs hier bij de Vogelshow, die net is geopend. Maar hoe ben jij in contact gekomen met de vogels? Ik ben begonnen dankzij mijn broer, omdat hij begon met achtponnissen en dat begon ik ook wel leuk te vinden. En ik ging steeds meer ook mee met hem verzorgen, we kochten meer vogels en we begonnen een foyer te bouwen. Nou, en daarvoor heb ik ook mijn rooibos papegaaien. Dus daar ben ik mee begonnen. Ja, maar hoe lang ben je nou al bezig nou, met de vogels? Daar ben ik een jaar mee bezig. Een jaar mee bezig? En je hebt nou al een aanmoedigingsprijs? Zeker. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja, maar hoeveel vogels heb je meegenomen naar deze show? Nou, 2 voor de show en 2 voor prijzen. We gaan er eens in naartoe. Maar ik heb het er wel in de gaten. Je wordt niet zomaar kampioen. Nee, je moet er echt wat voor doen. En het moet ook allemaal een beetje meezitten. Tuurlijk, er zit verschil in keurmeesters. Maar elke keurmeester beoordeelt hem naar zijn eigen waarde. En volgens de standaard van de Nederlandse Bond. En dat is een belangrijke zaak. Want dan weet je waar je naartoe moet werken. Kijk, die vogel had dus 90 bij een internationale show. En hier krijgt hij 2 neer. Nou, hij zit net wat strakker. Dat kan dus per dag verschillen dus eigenlijk. Het moment van keuren is heel belangrijk. Hoe je voordraagt bij keuren. Zet je een vogel direct bij de keurmeester op de tafel neer. Dan is hij wat wilder. Maar heb je hem eerst op een tafel ervoor staan en de keurmeester is aan die vogel toe. En je hoeft hem alleen maar een halve meter te verzetten. Dan is die vogel wat rustiger. Kan de keurmeester hem ook veel makkelijker beoordelen. Anders moet hij 10 minuten op die tafel staan. Dan komt die keurmeester nooit over. En dat is met kanaries minder belangrijk. Maar als je tropen en postuurkanaries, die wij dus hier niet hebben. Maar daar is het nog veel belangrijker. Want dat is de houding van de vogel is heel belangrijk. En zo werkt het allemaal door elkaar heen. Wesley, wat is dit voor vogel? Dat is een achtponnis, een wildkleur. Nou, daar heb ik mijn aanmoedigingsbekers op gewonnen. Nou, en hier heb ik er nog eentje. Maar wat is dat voor vogel dan?
En dat is een fishery arponnis. Ik hoor dat wel, je hebt echt passie voor de vogels. Ja, ik heb passie voor mijn vogels. Ik ben blij dat ik het heb. Het geeft wel eens wat, je bent er wel eens wat te druk mee misschien, maar ik leef voor mijn vogels en ik leef voor mijn hobby. En dat zul je ook echt moeten houden, en vooral in zo'n kleine vereniging, want anders dan kun je nooit meer bestaan natuurlijk. Hoeveel leden heeft deze vereniging? 48 leden hebben we nog. En we hebben dus nu weer wat jeugdleden, maar het vergrijst verschrikkelijk. En je wilt eigenlijk zelf nog die show blijven houden, maar het lukt altijd bij lang alle verenigingen niet. We hadden een keurmeester zitten en die noemden al zo 3 shows die afgelast waren, omdat ze dus niet genoeg inzenders hadden, niet genoeg vogels. Kijk, je hebt wel hetzelfde werk ermee als je nou 50 vogels hebt of je hebt er 150. Je moet een paar stellingen meer neerzetten, maar voor de rest heb je hetzelfde werk ermee. En dat is dus het probleem op een gegeven moment. En wij moeten leven van de show. Want dit is onze enige bron van inkomsten met de contributie. Nou, van de contributie kunnen we niet leven. Deze show is vandaag begonnen, dus vanavond. Tot wanneer duurt deze show? Zaterdag 5:00 gaan we sluiten, gaan we de vogels uitgeven, gaan we de boel opruimen. En dan is het weer gebeurd. Bedankt voor het verhelderende gesprek. Geweldig. En een paar mooie dagen hier. En van harte gefeliciteerd. Dankjewel.